Hallo, ik ben Erik Roos, voorzitter van de Parkinsonvereniging. Ik ben 10 jaar geleden lid geworden, kort nadat de ziekte bij mijzelf was geconstateerd. Het grootste probleem waar wij als Parkinsonvereniging en als patiënten tegenaan lopen is een gebrek aan besef, begrip en donaties, wat weer leidt tot een gebrek aan perspectief. Om dit te veranderen hadden we een idee nodig dat de boel eens flink wakker zou schudden en het gesprek over Parkinson op gang zou brengen. En daarom besloten wij om in te spelen op 's werelds grootste internethype van dat moment. En dit is wat we deden. De eerste Harlem Shake met een boodschap. Dat was ik trouwens, op een van mijn slechte momenten op een dag. Net als de originele Harlem Shake ging ook onze video viraal. Nieuwsites en blogs over de hele wereld deelden de worst Harlem Shake ever. En binnen een paar dagen hadden we meer dan 100.000 YouTube views. Maar toen werd onze film offline gehaald, omdat we de rechten van de muziek niet konden afkopen. Wat het einde van de campagne leek te zijn, bleek een nieuw begin. Nieuwsites en blogs uit meer dan 70 landen schreven over het offline halen van onze film. En als reactie deelden ze hem zelf weer op hun eigen kanaal. Op dit moment is onze Harlem Shake al bijna 1 miljoen keer bekeken. Dit leverde een PR-waarde op voor de Parkinsonvereniging, waar we alleen maar konden hopen. Niet slecht voor een campagne die ons niets kostte. Bedankt voor het kijken.